Wim, je bent voorzitter van de winkeliersvereniging hier in Baren. Hoe ben je op het idee gekomen om deze dag te organiseren? Ja, we lopen al een hele tijd na te denken van er moet een evenement komen wat anders is dan een braderie. Dat trekt ook heel veel mensen, maar we willen ook eigenlijk gewoon een ander sfeertje scheppen. En op een gegeven moment zit je met elkaar te praten en je ziet in andere dorpen dingen gebeuren. En toen dachten we, nou, dit gaan wij in Baren op deze manier doen. En we gaan er professionele wijnhandelaren bij halen en maken er gewoon een heel leuke gezellige dag van. Je koopt een glas voor 5 euro en met dat glas kan je door de hele Laanstraat en op de Brink overal bij alle wijnhandelaren uit Baren een glas wijn proeven. Zij hebben hun wijnen daar staan, maken daar een mooie selectie uit en jij kan lekker gewoon overal een beetje proeven. De mensen vinden het leuk, dus het is een goede dag tot nu toe. Het wijnhuis heet naar een druif. Dat is een Italiaanse druif die voornamelijk in de Piemonte, in het noorden van Italië, voorkomt. Dat heet Nebbiolo. Nebbiolo. Nebbiolo, daar komen bijvoorbeeld de wijnen zoals Barolo worden daarvan gemaakt. Barbaresco. En er zijn nog wel wat wijnen die daar... Maar Barolo is natuurlijk een van de bekendste wijnen die van die druif gemaakt worden. Moet dit inderdaad volgend jaar weer gaan plaatsvinden? Ja, zeker. Als we dit weer mogen hebben volgend jaar, dan zeker. Het is een mooi initiatief. Eindelijk zijn er heel veel winkels open in Baren. Dus volgens mij inspireert het iedereen. En ja, ons zeker. Dus ik zou zeggen, kijk om je heen en geniet. Echt een heerlijke dag vandaag. Het vandaag, de eerste proef Baren? Nou, ik ben hier voor het eerst op dit evenement. En het bevalt me uitstekend. Ja, het weer is goed, dus dan is het goed. Prima. En komt u ook uit Baren of komt u... Nee, wij komen uit Hoogland. En hoe heeft u van deze dag gehoord? Via mijn zwager. Die wist ervan, dus is hij waarschijnlijk al een keer eerder geweest. Dus het bevalt prima. Goedemiddag, ik zie dat u geniet van een glaasje wijn. Wat vindt u van deze wijn? Ja, het is fantastisch. Het is heerlijk zacht en lekker smakelijk vol. Eigenlijk meer een herfstwijn, een winterwijn met een beetje rood vlees, Franse kazen. Perfect. Ja. Dus het is een iets wat zwaardere wijn, zeg maar.
Deze niet zo zwaar. Hij heeft er een uit Uruguay, die heb ik net geproefd. En die is wat voller, wat steviger. Dus wat meer een maaltijdwijn. Maar dit kan je ook zo drinken. Dat is heerlijk. Vanmiddag. Het is weer buitengewoon, echt waar. En wat is er buitengewoon? De mensen, het eten, de drank. Ja, de drank, dat is altijd goed, hè? Het is maar voor 5 euro, hè? Dus. Geld bij. Mijn moeder heeft alles, al mijn spaargeld meegegeven, dus dat komt wel op.